Het onderwijsproces wordt morgen 8 maart genormaliseerd. Het besluit komt nadat DNA-voorzitter Marinus B. vandaag een gesprek heeft gehad met de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, en onderwijsminister Marie Levens. Tijdens dit gesprek heeft B. een beroep gedaan op het ministerie om de rechtszaak die tegen KOB en COB loopt in te trekken. Het ministerie heeft zich bereid getoond dit verzoek in te willigen. De leerkrachten, aangesloten bij KOB en COB, legden maandag uit ontevredenheid hun salarissen en vergoedingen het werk volledig neer. Parlementsvoorzitter B. heeft partijen gevraagd een middenweg te zoeken en heeft voorgesteld deze week nog aan de onderhandelingstafel te zitten om betere afspraken te maken.